Hey, welkom allemaal. De photo challenge is afgelopen. Ik vind het super tof dat eigenlijk meer mensen dan ik had gedacht hebben ingezonden. Ik zie dat ze er plezier in hebben gehad en dat doet me wel deugd. Ik ga niet elke foto doen, want dat zou een beetje te langdradig worden. Ik heb 17 favorieten geselecteerd en die gaan we gewoon samen editen nu. Dus ja, we gaan aan beginnen. Right, we zitten in Lightroom. Ik edit mijn foto's altijd met Lightroom. We hebben hier een foto, heel tof, met zo van die fairy lights. Kijk, tof gedaan, heb ik ook al eens gedaan zo'n shoot. Even naar mijn presets scrollen. Ik heb dus een paar presets gemaakt. En deze was mijn go-to. Voor ik eigenlijk andere go-to gezegd, maar deze ook wel een van mijn go-to's. Sunrise Tone. Eigenlijk gemaakt voor sunrise foto's, maar af en toe zie ik hem wel nog zo aan werken. Ik speel altijd graag met mijn temperatuur. Dus als je een preset op een foto smijt, of zelf algemeen, dan vind ik het wel gewoon leuk om eerst wat met je temperatuur te spelen om te zien wat voor effecten dat eruit komen. Ik vind het vooral belangrijk dat de skin tones, dus haar huid, dat dat logisch is. Dat ze ook misschien iets bruiner is dan als ze zou zijn. Maar bij zo'n foto vind ik het ook wel gewoon belangrijk dat ze de kleurtjes opvallen. Ik zal even een beetje contrast bij doen nu. Schaduw mogen wat meer dan. De lichtjes moeten vooral opvallen omdat zij toch wazig is in de achtergrond. Zo. De helderheid is wel vrij hoog. Vroeger vond ik dat tof, maar nu probeer ik de helderheid altijd een beetje minder te doen. Geeft zo een iets dreamier effect. Ooglichten mogen wel omhoog, zodat je wat de effect hebt van die lichtjes. Ik ga de levendigheid er wat uitnemen. De kleuren iets somberder zijn misschien, zou je kunnen zeggen, maar ik vind dat wel een leuk effect. En we zien wat we weer met dat blauw kunnen doen. Ik ben heel fan van zo dat teal. Teal-blauw. Dus echt dat ze wat meer naar het groene gaat zo. Correcties van profielen schakelen, ik denk niet. Alhoewel, deze zou misschien wel nog mijn camera kunnen getrokken zijn, maar waarschijnlijk wel, anders heb je zo'n diepte niet in dat beeld. Maar omdat ik niet weet met welke camera, kan ik dit niet toevoegen, maar anders correcties profielen schakelen voor mensen die foto's met een camera trekken, altijd goed. Misschien hier nog een kleine kleuraanpassing. Algemeen ben ik wel gewoon blij met deze resultaat. Voor en na, dat is eigenlijk de voor en na tonen ook. Misschien nog wel zo'n klein beetje meer die mood en dat mag wel. Zo, de foto waar dat ik wel blij mee zou zijn. Volgende, super toffe foto. Ik ken het meisje persoonlijk niet, ze noemt zichzelf quote smooth. En ik vond het gewoon een mega leuke foto. Die kleuren, gaan we zeker eens kijken of dat ik iets heb. Ik denk aan mijn retro filter. Ik heb zo'n retro filter gemaakt, past niet mega vaak op dingen. Maar like, hier vind ik het wel gewoon leuk, omdat het zo wat met het denken aan zo'n old school Polaroid foto. Mega colorful, mega happy. En dat vind ik wel gewoon leuk. Het mag echt gewoon super colory zijn. Dat vind ik super max. Het mag wel niet over de top zijn. Alhoewel dat een Polaroid shot ook wel over de top kleuren heeft. Doe een beetje tinten. Gewoon speel altijd zo aan mijn basic sliders. Hier. Hier in de dit deel van Lightroom haalt je altijd veel uit. Nu zei ik zo dat de foto redelijk belicht was, dus dan ga ik die ook de belichting een klein beetje van aanpassen zo. Maar zoals jullie zien is er nog. Ah, ik vind super leuk hoe de randen zijn. Dat groen, dus dat doet mij heel retro gevoelens geven zo. Maar ik vind dat ze iets te oranje is. Dus dan gaan we naar de HSL of kleurentab. Verschillende opties. Maar ik vind het leukst om het zo te doen. En dan gaan we gewoon naar oranje. Een beetje naar beneden trekken. Verzadiging. Verzadiging neemt de kleur weg. Als we verzadiging helemaal naar omhoog doen, dan halen we de oranje tinten in de foto. Of wat de camera als oranje heeft opgevat. Dan trekken we dat helemaal omhoog. Als we dat naar beneden halen, halen we het oranje er stil aan uit. Meestal ben ik wel fan van niet te veel. Zo. Het moet zo wel lijken alsof het. Ja, deze vind ik echt heel oldschool. Dat lijkt alsof dat gewoon recht uit de Polaroid is gekomen.
misschien iets te niet overdrijven. Zo. Nog iets meer die filter geven, ga ik de korrel nog iets verscherpen. Dan eens kijken. Zo. En voilà. Dat vind ik al veel, veel funkier kleuren. Het is natuurlijk ook wel moeilijk, het is een JPEG. Dus ik kan niet mega veel echt aan de foto aanpassen zonder hem kapot te maken. Maar ik ben wel blij met het resultaat nu. De volgende foto is eentje van Charlotte Mertens, dat is een vriendin van mij. Het eerste wat mij stoort aan de foto is hoe scheef dat het staat. Dus dat gaan we even fixen. Ik fix dat hier. Ik zie dit schakelen. Zelf bij iPhone shots lijkt het. Dan dat hier even fixen. Natuurlijk is het perspectief helemaal fout. Oh, dat is de verkeerde. Als je iets fout doet, kun je altijd twee keer klikken op de slider en dan gaat het terug naar nul. Dus ik moet die lijnen recht kunnen krijgen, maar ik denk het niet. Dan kunnen we hem gewoon uitsnijden. Zo, ik ga hem nog een klein beetje bijkroppen. Ziezo, vind ik al veel beter. En nu kleur. Op zich zo'n shot, zeker met de iPhone, we gaan er niet al te gekke dingen mee doen. Dus dan is gewoon van de start beginnen. Als je van de start een foto edit, is het goed om hier op de automatische belichtingsknop te drukken. En dan zet hij alles ongeveer goed. En dan kun je beginnen aanpassen naar je eigen stijl. Dus ik vond hem iets te licht. Contrast maar een beetje naar omhoog. Schaduw. Ik heb wel graag dat het zwart zwart is en niet zwart gebleekt zo. Dus we gaan dat wel een beetje naar beneden doen. Ik schaduw een beetje naar omhoog. Zo, op zich een heel mooi belichte foto wel. Goed aan Charlotte. Voilà. Het is niet heel veel veranderd, maar het is toch wel gewoon een cleaner shot. We gaan hier bij de curves een S-curve maken. Dus wanneer je de schaduw en de highlight zo. Dat ziet er altijd wel goed uit. Verschil. Zie je? Dat ziet er altijd wel goed uit. Je kunt nooit misgaan met een S-curve. Dat moet je natuurlijk wel zien per foto. Wat mij vooral stoort aan die foto. Het zijn bakstenen, dat is gewoon persoonlijk mijn smaak. Ik ben geen fan van bakstenen, net zoals ik geen fan ben van graffiti. Vind ik gewoon niet top. Dus we gaan even kijken wat we met deze kleur kunnen doen. En dat kunnen we doen door hierop te klikken. Dan hierop. En dan uw muis van boven naar beneden te klikken. En natuurlijk associeert hij het wel met haar huidskleur. Dus we gaan het anders moeten aanpakken. Hoe doen we dat? Is door een masker te trekken. Of in te kleuren. Dat doen we met de toverstaf hier. Toverstaf en dan gaan we de temperatuur hiervan straks veranderen. Zo, kunnen we dat inkleuren. Om te zien wat hij doet. Je kunt hier op geselecteerde masker overlay tonen. Dan gaan we dat even inkleuren. Kunnen we de temperatuur van de stenen een beetje veranderen. Of zelf helemaal uitzetten, maar dat kunnen we niet doen. Ga er een kleur over doen. Kunnen we er misschien meer roze stenen van maken, dat lijkt me al iets leuker. Ik weet niet of je echt top vindt. Deze steen wel ook even zo inkleuren. Zo de masker op. En hier gewoon even tijd voor. Zoals je ziet heb ik hier een paar dingen gemist. Dan pak je gewoon het wissen tool. En
dan gaat het er dus over. Ziezo. Dat vind ik persoonlijk wel al gewoon toffer. Nu, als je nog echt gekke dingen wilt veranderen aan de kleur van deze foto, dan gaan we naar onder. En hier gebeuren de grootste veranderingen. Ik wil haar huid normaal blijven, maar wel zo'n beetje meer bij haar roze past. Dus gaan we gewoon even zo'n beetje aanpassen met de sliders hier. De groene slider verandert ook heel veel altijd voor de foto. Tenminste. Wat mij nog stoort aan deze foto is dit. Dit bord. Dat kunnen we makkelijk wegkrijgen met deze tool. En dan selecteren we dit zo, hop. En vaak is dat gewoon perfect. Stop. Stop gedaan. En niemand doet opvallen. En voilà. Dit is het, before en after. Top shot. Vind ik echt zalig. Arthur, dankjewel. Dankjewel voor die inzending. Kijk, heel nice gedaan. En ik denk ook gewoon dat mijn sunrise machtig gaat zijn hierbij. Ja, Arthur, vind ik echt heel, heel top. Heel top. Nou, zo in die darker vibe zitten, zo in iets duisterder vibe, s'avonds, laat, met dat één licht. Zou ik het zo de kleuren niet te fel maken, zo, maar juist. Het is een klein beetje zo moody dark. Dat zijn we dan nu wel aan het doen. Zo, dan even de correcties uitvoeren. Soms helpt het ook wel, zo gewoon even een auto. Automatische uprighting, voilà, top. En nu. Ik blijf wel zo wat graag in het groene gedeelte zo. Wat donker. Hier verandert er altijd heel veel aan die foto's. Zodat we nog iets grijzer durven gaan. Ja. Dat vind ik leuk. Nu, wat Arthur wel een beetje voor heeft met deze foto, is dat zijn softbox nog in de foto staat. We kunnen die er natuurlijk gewoon uitkroppen, maar dan krijgen we nooit het frame helemaal dat we zouden willen, zoals ik dit zou willen. Eigenlijk zou ik het zelf nog iets groter durven nemen. En zou ik het nog zo willen. Wat we dan kunnen doen, is we kunnen die foto van Arthur bewerken in Photoshop. Als we nu deze softbox zullen wegkrijgen, is dat niet zo mega moeilijk. Pak de lasso tool, ga rond de softbox, druk op Shift Delete en dan krijg je dit vullen, dit vakje. Wat we dan gaan doen, is gewoon op OK klikken bij inhoud behouden. Dan zou hij redelijk mooie job moeten doen. Even deselecteren. Fantastisch. Niemand gaat dat ooit zien. Photoshop doet soms wel goede jobs. Soms heb je iets meer hulp nodig erbij. We gaan dat even opslaan. Dan gaan we terug naar onze Lightroom. Dan gaan we zien dat Lightroom dat zelf heeft aangepast. Ik zal misschien nog iets meer schaduw doen. Ja, met deze vind ik leuk. Oh, een inzending. ik vond het gewoon mega leuk. Super tof. Je hebt je moeite gestoken, dat kan ik zeker appreciëren. Even automatisch de lijnen goed zetten. Naar mijn smaak kan nog van meer zo. En dan gaan we eens kijken. Zoals dan ziet het eerst heel bruin uit, maar dan gaan we gewoon naar de slider. En we veranderen de temperatuur. Heel lichte foto, dus dat mag wel wat meer zo. Meer contrast zou ook niet slecht zijn.
Dit, vooral het oranje eigenlijk. Nou, ga gelige. Voor mij een beetje veranderen van kleur. En de foto ook wel niet te sip maken. Gewoon wel echt een heel leuk concept. Tof gedaan. Dus zo, basic edit. Heel simpel. De volgende inzending is van Charlotte Rijkenboer. Super tof gedaan met dat wc-papier. Kijken. Een andere preset die niet leuker op werkt. Ivor is zeker voor binnen. Ik vind Goldgrass wel echt een leuke voor deze. Heel zacht met de kleuren. Mag zeker wel. Het heeft voor een leuke schaduw gezocht hier. Vind ik ook wel tof. Dus in mijn Goldgrass preset. Geeft ook wel zo'n beetje retro feel. De korrel nog wat meer schaduw op hem op. Over de foto was echt super uitbelicht ook. Dus het zijn heel makkelijke foto's om te bewerken ook. Hoe beter je op voorhand aan je belichting werkt, hoe makkelijker de foto wordt om te editen. Dit is gewoon puur mijn stijl te voegen aan het shot. Het ziet er niet veel anders uit. Ik ga nog een beetje inzoomen, nog wat kroppen. Zodat de lijn echt naar haar leidt. Liefst naar haar oog. Zo, en dat vind ik leuk. Foto nummer 8. Mijn Goldgrass preset. Dat ik hoop zou werken. Eerste zicht. Ja, natuurlijk als ze meer naar de oranje. Zo. Dat vind ik al nog een leuke feel voor deze foto. Ik ben sowieso altijd heel hard voor zo van die vintage oranje. Die vintage old school vibe zo. Ik ben een beetje aan het leren hoe een filmcamera werkt. Ik zou heel graag filmfoto's analoger nemen. Als er veel groen in een foto zit, dan haal ik graag de verzadiging er het meest uit. Zeker, je gaat dat nu zien bij het groen zelf. Ik het er vaak uit omdat ik groen niet zo'n heel mooie kleur vind. Zo, voor de rest vind ik dat wel een leuk shot gewoon. Dat is mijn edit. Voor en na. In het begin was ik heel fel voor het helemaal veranderen van mijn kleuren. Maar nu ben ik meer voor gewoon aanpassen, een beetje tweaken, maar niet te veel aanpassen ook. Too much is too much. Dit vind ik een topper. Vind ik echt een topper van een foto. vind gewoon met de hoed, met het hemd, de algemene setting, een beetje diepte erin gestoken. Vind ik gewoon heel leuk en ik denk ook dat mijn Goldgrass fantastisch gaat zijn. Omdat de foto geeft mij al een hele oldschool feel, maar nu gaan we die nog iets meer oldschool laten voelen. Maar dit vind ik echt heel leuk. Soms mogen oldschool foto's trouwens ook een beetje overbelicht zijn. En dat ziet er zo een klein beetje amateuristisch uit misschien, maar het is dat soort look dat ik soms wel gewoon leuk vind. Een foto lijkt voor mij aangenamer als hij imperfect is. Dit vind ik top. Vind ik super leuk. Alright, wie tot hier is geraakt in de video, al super merci om te kijken. Ik heb besloten om het op te delen in twee delen. Vandaag was part 1 en morgen komt part 2, denk ik. Ik hoop dat je het wel leuk vond en dat je er toch tenminste iets van hebt bijgeleerd ofzo. En ik zie jullie hopelijk morgen terug. Peace.